Ja, de vraag is natuurlijk: na een weekend vol sleeves en dirt over de voice, goed, goed, goed. komt de voice ooit nog terug op televisie? En er is er maar één die het antwoord weet. En dat is Lara Zevenberg van nu.nl. Ja, Lara, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, had ik het antwoord al voor jullie <laughs> klaar liggen, dat zou zo fijn zijn. Hè? Ja. Ja. Het is wel een, een werkzaam weekendje geworden voor jou, denk ik. Nou, ja, het was wel tamelijk bizar. Je denkt toch? Dat je het vrij rustig het weekend ingaat. En dan komt ineens die verklaring van Boos. Uh, dat er toch meerdere misstanden zijn geweest bij The Voice door meerdere belangrijke mensen daar. En ja, ja. dan ga je het hele weekend op de schop en uh, moet je met z'n allen gewoon meteen aan de slag. Maar dat is echt wel een heel groot ding. Dit. Ja, hoe ja. pak je dat aan? Want ik bedoel, er is natuurlijk. Hè, uh, Tim Hofman heeft dat naar buiten gebracht. Die uitzending ja. komt de donderdag aan. Nou, dat wordt natuurlijk geheid en. en, en, en een kijkcijferknaller, daar gaan miljoenen mensen waarschijnlijk op YouTube naar die uitzending kijken. Waar begin je ja. dan? Want ja, hij, hij kwam een beetje met AliB. In eerste instantie. En Jeroen Rietberg is dan de eerste die het allemaal uh, bekent, eigenlijk en zegt van nou, ik stop ermee. Dan is ja. er Anouk nog een coach die uiteindelijk zegt: ik doe, het niet, ik doe er niet meer mee. Hoe, waar begin je? Nou, gewoon, je gaat zitten achter je computer en je begint als een, als een malle te tikken. Meer is het eigenlijk niet. Je moet met allemaal mensen bellen en allemaal mensen appen. Ik ken heel veel mensen binnen de televisiewereld die mij ook wel echt bevestigd hebben: van nou, ik heb dit ook wel vaker gehoord. Um, er speelt daar van alles. Uh, RTL zou al langer van de voice af willen, omdat er toch al, nou, het liep al niet helemaal lekker meer. Kijkcijfers vielen natuurlijk ook al tegen. Um, ja, en, en je probeert gewoon zo snel mogelijk alle verhalen rond te krijgen. Maar ja, Tim Hofman met Boos, zij hebben hier maandenlang aan gewerkt. Hè? Dus ik bedoel, dat moet je ook niet onderschatten hoeveel tijd hierin gaat zitten. Uh -huh. um, dus ik ben ook heel erg benieuwd wat er donderdag nog komt. Want ja, er, zijn, er is gespeculeerd over verschillende uh, mensen die daar genoemd worden. Ali B. heeft natuurlijk al een aangifte tegen zich. Jeroen Rietberg heeft toegegeven dat er iets, iets aan de hand is. Maar ook Marco Borsato wordt uiteraard weer genoemd in dit, dit geheel. Uh, ja, het moet, het moet donderdag online komen. En ik denk echt nog wel, want er zou bijvoorbeeld ook een regisseur uh, gesuggereerd worden... dat hij allerlei dingen heeft gedaan. Dus dit is echt een enorme beerput die opengaat. Maar het is eigenlijk de beerput die um, al heel lang bekend staat, ook als uh, de Gooise Matras. Ja, inderdaad. Er zijn er genoeg trappen gemaakt over... Hoe je jezelf omhoog kan werken in Hilversum, uh, Op welke manier dan ook. Ik ga niet allerlei details noemen, maar dat kan blijkbaar wel. Mm -hmm. um, ja, en ik, ik zelf vind het heel erg fijn dat dit nu naar boven komt. En dat er gezegd wordt: dit kan op deze manier niet meer verder. We moeten mensen gaan aanspreken op hun gedrag. En er ook daadwerkelijk iets aan gaan doen. Want laten we eerlijk zijn: we hebben de hele MeToo-beweging. Hebben we jaren geleden al gehad. Daar had dit al gewoon in de kiem gesmoord moeten worden. Het is bizar dat dit. Zover heeft mogen komen. Ja, ja, dat klopt ook, ja. ja. Nou, het is natuurlijk, we zagen het in die tijd van de, van de castingbureaus al bij Job, Job Hoschalk, bijvoorbeeld. Dat was ook een soortgelijke zaak. Weet je, als je dan bij Job op kantoor kon komen en dan het liefst in de avonduren en je deed nog wat dingen met hem, matje had je gegarandeerd een rol te pakken in een van de producties. Dit is een beetje een soortgelijke verhaal, hè? Ja, er zijn verhalen dat Jeroen Rietbergen meerdere keren tegen mensen heeft gezegd. van nou, Als jij verder wil komen in de wedstrijd, dan uh, kan ik wel even langskomen. En dan uh, kunnen we wel eens even kijken of we niet wat kunnen regelen. Uh, er zouden ongepaste opmerkingen zijn gemaakt door Jeroen Rietbergen, die bijvoorbeeld tijdens repetities dingen heeft gezegd over vrouwen hun billen. Um, daar is van alles nog wat gebeurd. Wat er precies bij Ali B is gebeurd, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er is nee. dus aangifte gedaan. Hij zegt: het klopt niet. Hij nee. zegt dat het jaren geleden is gebeurd en hij zegt dat verhaal is mij bekend en dat klopt niet. Ja, dat moet gewoon gaan blijken. Het Openbaar Ministerie doet daar nu onderzoek naar, in elk geval specifiek. Uh, ik ga ze ook nog even met ze bellen, want ik toch ook wel heel erg benieuwd ben of het nou ook iets breder getrokken wordt na alle aantijgingen van dit weekend. Um, maar het is wel zeker dat de Voice kan niet door op deze manier. RTL heeft ook meteen een stekker eruit getrokken. Dat zegt genoeg, hè? Want ik bedoel, The Voice is een ongelooflijk duur programma. Om maar dat kun je toch nooit meer terug? Want ik bedoel, al die uitzendingen zijn al opgenomen. een Groot gedeelte de ja. vrijdag nog. Ja. een hey je hier in de studio? Die zei ook van nou, dat is allemaal al opgenomen. Hè? Over een week ja. of zes zie je me weer. Dat wist hij allemaal al. Omdat je natuurlijk al die auditievoorrondes uh, hebt. Um, de, de Voice Kids ligt al op, op de plank om uitgezonden te worden. Dat gaat natuurlijk ook niet uitgezonden worden. Een grote sponsor trekt zich terug. Dus je kan deze uitzendingen sowieso helemaal niet meer gebruiken. Nee, eigenlijk alles waar Ali nu op dit moment in zit, kun je als RTL eigenlijk niet meer gebruiken. Ja, en waar Jeroen in Jeroen zit Jeroen, natuurlijk. Ja, maar met Jeroen kun je nog zeggen: van kijk, ik bedoel, er staan natuurlijk heel veel camera's op. En hij heeft niet per se een hele grote hoofdrol. Mm. Dus je zou op zich hem eruit kunnen knippen, en zou je kunnen zeggen. van nou, die zien we gewoon niet. Maar bij Ali is dat geen optie. Ik bedoel, Ali zit op de. En stoel. Anouk, hè? Anouk zit je er ook in? En die heeft ook ja, gezegd. Ja, Anouk zit erin en die heeft gezegd ik stop ermee. Ja. Dus ja. Maar betekent maar goed, dat dan dat bedoel... de uitzendingen die met haar opgenomen zijn dat zij zegt van nou, dan mag je dan nog wel uitzenden? Kan ook voorstellen dat ja, ze wil helemaal niets meer met die voice te maken hebben. Nou ja, kijk zij heeft gewoon ook een contract getekend voor het seizoen, ja. dus ik kan me niet voorstellen dat ze dit zo ja, Maar niet mag onder zetten. deze condities natuurlijk, hè? Nee, maar dit... Nee, nee, dat, dat maakt het natuurlijk wel anders. Maar, ja. Ik, ja, zeg maar dat, kijk naar Rogier en Frank, die zo'n enorme ruzie met elkaar hadden. Uh, daarvan is op een gegeven moment ook gezegd... Van, nou, jullie hebben wel een contract getekend... dus we gaan toch kijken of we nog iets met jullie kunnen maken. Ja. Nou, dat bleek niet werkzaam. En dus zijn ze daarmee gestopt. Maar over die, dat contract, waar dus echt veel geld aan is betaald... wordt nu ook nog steeds onderhandeld. En worden zaken overgevoerd van... moet er niet een deel van terugbetaald worden? En ik denk dat dat bij Anouk niet anders is. Ik bedoel, Ik Er is gewoon een bedrag betaald, er is gewoon. Gewoon getekend voor een x aantal afleveringen. Uh, ja, er moet gewoon gekeken worden hoe nu verder. Ik neem aan dat er een clausule in zit sinds corona. Voor, nou, uh, het kan anders lopen omdat uitzendingen uitgezonden moeten worden op een ander moment. Of de live-shows kunnen niet doorgaan vanwege de restricties die op dat moment gelden. Vorig seizoen hebben we dat natuurlijk gezien. Vorig jaar dat dingen gewoon echt helemaal stil kwamen te liggen. Ja. Um, dus ik neem aan dat er wel iets veranderd is in dat contract. En daar zal misschien dit ook onderdeel in kunnen zijn. Dus dat er ook vanuit haar kant gezegd kan worden, ik stop ermee. Maar ik kan me niet voorstellen dat er niet in staat dat ze dit seizoen moet afmaken. Of dat dit seizoen in elk geval alles wat ze al heeft opgenomen, dat dat gebruikt mag worden. Ik denk alleen niet dat dit seizoen nog uitgezonden kan worden. Nee, nee. Uh, omdat Ali B erin zit en daar nu gewoon daadwerkelijk aangifte tegen gedaan is. En dat nee. moet ik als RTL willen maar sowieso, natuurlijk alles wat nu met de voice te maken heeft heeft een enorme smet over zich heen liggen omdat ja. je weet dit is opgenomen onder bepaalde omstandigheden waarvan nog moet blijken natuurlijk of het allemaal waar is wat me ook wel opvalt is uh, het het gaat alleen maar over mannen er lopen daar ook heel veel vrouwen rond met een machtspositie ik bedoel gaat dat de andere kant dan ook niet op dat hè? ja P ja, het, snap je het, het wat ik is bedoel een te zeggen? Vraag, maar het is, het is niet naar voren gekomen. Ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat vrouwen dat helemaal nooit doen, maar in dit geval is het niet zo. Of tenminste, lijkt het nog niet zo. Maar het zou zomaar kunnen dat dat donderdag alsnog vanuit boos blijkt. Ik heb daar op dit moment nog geen signalen van gekregen. Nee. Ik heb nog van niemand gehoord: van oh, er is ook een vrouw die dit gedaan heeft. Maar het kan wel zo zijn. Dat weet je niet. Ik bedoel, mensen met een machtspositie, ja. uh, die, die kunnen dit soort dingen gewoon uithalen. Zo blijkt. Ja. Hey Lara, uh, dit gaat ongelooflijk uh, uh, veel rumoer brengen in Huizen de Mol, want het is natuurlijk niet ja. alleen maar uh, de man van Linda de Mol, maar het is ook nog eens een keer uh, de zwager van John de Mol, de, de grote producent hierachter. Die ziet zometeen heel veel centjes aan zijn neus voorbij gaan. Kan me voorstellen dat hij zegt, jongens, uh, dit gaat mij ook heel veel centen kosten. Daar zal hij niet blij om zijn. Nee, daar zal hij absoluut niet blij om zijn. Uh, er wordt ook gesuggereerd van, ja, John moet het toch geweten hebben. Omdat Jeroen Rietbergen heeft in zijn verklaring gezegd, ik ben er door mijn werkgever op aangesproken en ben naar aanleiding daarvan uh, in therapie gegaan. Uh, wie die werkgever is, is op dit moment nog steeds onduidelijk. Want op dat moment, er is dus niet bekendgemaakt in welke tijdsperiode Jeroen dit zou hebben gedaan en in welke tijdsperiode het uit zou zijn geweest met Linda. Dus het kan zijn dat Talpa op dat moment nog de producent was, maar het kan ook zijn dat de producent op dat moment ITV was. Ja. Iedereen reageert geschokt, zegt wij hadden geen idee. Dus het blijft heel erg in het midden hangen wie dan de verantwoordelijke is geweest. Die tegen Jeroen heeft gezegd: Meneer, dit kan niet meer. Je moet nu echt hulp gaan zoeken. Vaststaat dat Jeroen dit. John heeft het sowieso meegekregen. Want Linda heeft haar relatie met Jeroen verbroken op dat moment. Zij zijn ontzettend hecht met elkaar. Dus John heeft het hoe dan ook meegekregen. Ja, ja dat, dat kan ook nog effect hebben op Talpa in, in, in dat oogpunt. Uh, ja, want. Wat heeft John geweten en uh, heeft hij het gewoon door laten gaan? Dat is, ja, dat is wel heel relevant om daar ook nog naar te kijken. Ja, nou het gaat ongetwijfeld nog een uh, enorme staart uh, krijgen dan ook. Uh, ja. wat, wat, uh, wat gaat er vandaag gebeuren? Ik bedoel, waar zit jij uh, op dit moment achteraan? Nou, ik ben op dit moment dus bezig met het OM, uh, omdat ik gewoon wel heel erg benieuwd ben van hoe ziet dat onderzoek er nu verder uit. ITV heeft zelf ook bekendgemaakt van nou, wij gaan een onderzoek door een, uh, buiten, een partij van buitenaf laten uitvoeren, omdat we willen weten wat is hier nu precies misgegaan. Uh, wij zijn uiteraard ook heel erg benieuwd hoe het nu zit met de contracten van Glennis, van Anouk, van Welen en van Ali. Hoe moeten zij uitbetaald krijgen tot het einde van het seizoen? als die afleveringen nooit meer online komen. Dus dat zijn een beetje de verhalen waar we op dit moment mee bezig zijn. Krijgt dus nog zeker niet een staartje, maar een grote lange staart, vrees ik. Mogen we dat nog wel zeggen in deze context? Oh, dat is ook weer een goeie. Lara, Lijme. niks zeggen, hè? <laughs> Dankjewel, hè. Dank je. volgende week.